Een afscheid dat geen afscheid is, maar een tot ziens. Gerald Promes. Zoals aangekondigd gaat er van een aantal spelers afscheid tussen aanhalingstekens worden genomen. De eerste die naar voren wordt gehaald is de man die negatief in het nieuws kwam. Zeker voor hem betreft door de zware blessure die hij opliep eerder dit seizoen. Gerald Promes. De wedstrijd die zelfs stilgelegd moest worden. Brak een knieschijf. Maar mag wel blijven trainen bij VVV. En krijgt misschien als hij gerevalideerd is wel weer gewoon een contract. Vorig seizoen stond je al met je ervaring je mannetje in de Eredivisie. Ook dit seizoen was je een rots in de branding. Tot je die vreselijke blessure opriep. Maar ook komend seizoen zul je nog veelvuldig in de koel aanwezig zijn om te revalideren. En hopelijk zien we je straks nog terug als speler in deze prachtige koel. In elk geval bedankt voor je inzet aan de afgelopen 6 seizoenen. En wie weet wat er nog zijn aangekomen is. Te hopen voor hem dat hij heel gauw weer op het voetbalveld kan staan. Al zal dat niet eerder zijn dan in het volgende kalenderjaar, zo zijn de laatste berichten. Dan Evren Kormos. Evren is net al zo'n je hele leven in het geel zwart van VVV. De man die al heel lang bij VVV zit. Vanaf de jeugd, maar dit seizoen maar heel weinig minuten in actie kwam. 1 minuut in februari tegen Ajax, dat was zijn laatste dienst dit seizoen. En verder alleen 9 minuten tegen Heracles. Zijn contract loopt af. De vraag is of hij terug gaat keren in Venlo of ergens anders een avontuur aangaat. De Duitser Axel Borgman die kwam van FC Vaduz en met een flinke knal begroet wordt. Tot grote schrik van iedereen op de tribunes hier. Maar die het niet echt heeft gered met 7 wedstrijden in totaal, waarvan 4 als invaller. En de afgelopen seizoenen kwam je in de Zwitserse competitie uit met FC Vaduz uit Liechtenstein. Bij VVV kwam je dit seizoen tot 7 wedstrijden in de Eredivisie. Axel, bedankt en veel succes bij je volgende stap in je carrière. Josimar Lima, de man die wat later in het seizoen kwam, na de blessure van Promes. Maar niet veel heeft gespeeld voor VVV. Josimar, je werd een maatje omsleden en onze selectie toegevoegd. Na de ernstige blessure van Gerald Promes. Je was afkomstig van FC Lahti in Finland. Je voldeed in het profiel, een ervaren verdediger die direct inzetbaar was. Mede door blessures bleef je inzet helaas beperkt tot 2 wedstrijden. Josimar, ook jij bedankt voor je inzet voor VVV en heel veel succes bij je volgende stap in jouw carrière. Mooi om te zien dat veel mensen nog zijn blijven hangen om de spelers die van waarde zijn geweest, op welke manier dan ook, voor de club te bedanken. Eentje die wel heel veel speelde was Patrick Joosten, de man die werd gehuurd van FC Utrecht. Want nu zullen ook de huurlingen aan bod komen die natuurlijk in principe weer gaan terugkeren bij hun club waar ze onder contract staan. En Patrick Joosten had een goed seizoen met 6 doelpunten en 5 assists. Je hebt je roots in Oost-Amerika en je hebt je dit seizoen sterk ontwikkeld bij VVV. Vaak onder toezicht ook van je oom Theo. Met name je goals tegen AZ en in de uitwedstrijd tegen ADO waren bijzonder fraai. Je bleek een versterking voor het team, maar keert deze zomer terug naar FC Utrecht. Patrick, bedankt voor je belangrijke bijdrage in dit prachtige seizoen van VVV en heel veel succes weer terug bij FC Utrecht. Gaat misschien wel voor zijn kans in de Domstad. Dan gaan we naar de topscorer. Penny.
Oftewel Peniel Mlapa. 15 doelpunten. Oh, er is een wijziging in de volgorde. Dan krijg je eerst Christian Koep. Man die op het laatste moment. Ja, kijk, nu is er verwarring. Ook bij Stan Valks. De man die dus eigenlijk had moeten spelen vandaag, maar geblesseerd uit de wedstrijd tegen Zwolle kwam. Het is de hoop dat ze Mlapa niet helemaal overslaan, de topscorer van de club. Nee, natuurlijk niet. 15 doelpunten. De man die werd gehuurd van Dynamo Dresden. Eentje minder dan Faas Wilkes ooit in 57-58. En voor het eerst sinds 1962 iemand die 15 doelpunten maakt in de Eredivisie namens VVV. De eerste sinds toen Jan van der Heuvel. In zijn laatste thuiswedstrijd, maar wel die hat-trick afgelopen zondag bij Zwolle. Nog een huurling, J-Roy Grot. Man die tijdelijk overkwam van Leeds United. En een persoonlijk record neerzette met 6 doelpunten. Want maakte er eerder 5 in het seizoen 2016-2017 voor NEC. Nou, dan weten we dat ook weer. De man die de award won voor het hardste schot van Limburg. J-Roy Grot. Jonathan Opoku. De man die mocht invallen vandaag, Jonathan Opoku. 4 seizoenen VVV. En altijd een publiekslieveling geweest in Venlo. Jonathan, je speelde afgelopen 4 seizoenen bij VVV. Nadat je eerder speelde voor Veendam en FC Os. En Venlo liet je dingen zien waar het publiek van gesmuld heeft. Je goal tegen NAC ging de hele wereld over. We zullen je in onze herinnering houden als een prima voetballer die mee heeft bijgedragen aan de promotie van VVV in 2017. En daarna ook in de Eredivisie hele mooie dingen liet zien. Jonathan, ook jij bedankt voor je inzet voor onze club en alle goeds voor de toekomst. Ik zeg het er nogmaals bij, het hoeft helemaal niet zo te zijn dat geen één van deze spelers volgend seizoen bij VVV speelt. Er zitten spelers bij van wie het contract afliep of formeel werd opgezegd eigenlijk per 1 april zoals dat moet. En misschien wordt er nog wel een contract onderhandeld. Bijvoorbeeld voor Moreno Rutte, iemand die ook al lange tijd bij VVV speelt. Alle succes voor de toekomst.
En dan komt de man voor wie de meeste supporters zijn blijven zitten hier. De man die zijn wedstrijd, zijn laatste wedstrijd voor VVV, als een nachtkaars uit zag gaan. De man die teruggaat naar PSV. Een van de betere doelmannen dit seizoen in de Eredivisie. Hinkend en wel. En hoor het applaus en gejuich. Lars Oenerstal. Keepte bijna alles dit seizoen. Op één wedstrijd na die hij geblesseerd was. En op de laatste pak een beet 70 minuten na. Het seizoen van VVV. Wie weet gaat hij zich wel gewoon in de basis knokken bij PSV. Hij heeft bewezen dit seizoen dat hij er de kwaliteiten voor heeft. En hij heeft zich in 2 jaar Venlo tot een ware publiekslieveling gemaakt. Speler van het seizoen, speler van een heel mooi seizoen voor VVV Venlo. En daar heeft hij zeker aan bijgedragen. Larsje, bedankt. Ja, beste mensen, beste supporters. En dan hebben we vandaag toch heel mooi nieuws vernomen. En dat is namelijk dat onze hoofdtrainer Marie-Jean niet naar Persvolle gaat. Deze moest er natuurlijk ook nog even ingegooid worden. Uiteindelijk ook de lach bij Stijn, die dus niet naar PEC Zwolle gaat. Zelf had gehoopt dit nieuws pas nu bekend te maken, maar het lekte eerder vandaag al uit. Wat een seizoen was het voor VVV en voor Stijn. Die, zoals het er nu voor staat, gewoon boven het seizoen, voor het 6e seizoen, hoofdtrainer is van VVV. En misschien wel voor een nog mooiere eindklassering en een nog mooier puntenaantal gaat. Als hij zijn spelers maand om een ere ronde te maken. Om nu ook vanaf de kant van de spelers het publiek te bedanken. Nadat dat net andersom gebeurd is. ...41 punten. Dat zijn er 7 meer dan vorig seizoen. Toen eindigde VVV als 15e. Nu eindigen ze als nummer 12. En dat is echt heel, heel erg knap. Voor VVV zit het seizoen er dus op. Zij beginnen over een maand of 2 aan het nieuwe seizoen met de voorbereiding.